Eerst en vooral wil ik namens mijn fractie ons medeleven betuigen ten aanzien van de duizenden slachtoffers na de verwoestende aardbeving. Ook gaan onze gedachten uit naar de vele familieleden en betrokkenen die momenteel nog steeds in het ongewisse zijn over het lot van hun dierbaren. Collega's, mevrouw en meneer de minister, na dergelijke rampen zijn de eerste 72 à 100 uur cruciaal om nog overlevenden van onder het puin te halen. Tal van landen die schoten onmiddellijk in actie en stuurden hun zoek- en reddingsteam ter plaatse. Wat doet dit land? Twee dagen talmen. Twee dagen van zeer kostbare tijd verliezen. Want niemand die op dat ogenblik wist of dat het BIFAST-team dat ooit inderdaad internationaal bekend stond om zijn expertise bij zoek- en reddingsmissies nog kon worden ingezet. Onbegrijpbaar dat er op het meest cruciale ogenblik onduidelijkheid bestaat over de meteen inzetbaarheid van BIFAST. En zeker omdat het een van de doelstellingen was binnen het regeerakkoord. Ja, u ging werk maken van een hernieuwd en versterkt operationeel instrument voor humanitaire noodhulp. Dat u daar eerst een humanitaire ramp voor nodig hebt, is zeer cynisch te noemen. En deze regering ging zelfs alle departementen en beleidsniveaus zich erin betrekken. Maar op Vlaams niveau is blijkbaar niemand op de hoogte. Ja, meneer, mevrouw de minister, klopt het dat omwille van hervormingen BIFAST zijn internationale licentie is kwijtgeraakt in zaken search and rescue? Ja, hoe is het in feite mogelijk dat een internationaal hoog aangeschreven team geen internationaal kwaliteitslabel of certificering meer heeft en dat u daar niet prioritair werk van heeft gemaakt? Wat dient te gebeuren opdat de BIFAST in de toekomst sneller kan worden ingezet en zal u de deelstaten betrekken in uw hernieuwde BIFAST? Zowat alles draait hier vierkant in het land, dus hoe kan het ook anders in dit verhaal? Bovendien slaan we internationaal voor de zoveelste keer weer een mal figuur. En los van die versnippering van de bevoegdheden is het in feite waanzin dat maar liefst 5 departementen in een crisissituatie zelfs niet weten hoe BIFAST meteen inzetbaar is. En u wil gewoon niet toegeven dat u rijkelijk laat bent en u probeert het nu op uw eigen stijl weer goed te praten. BIFAST stond vroeger wel onmiddellijk klaar. Klaar met een zoek- en reddingsploeg en met zelfs een veldhospitaal en operatiekwartieren. Maar wat me eigenlijk het meeste stoorde, is dat leden van de meerderheid de Zwarte Piet doorschuiven en verwijzen naar besparingen van de vorige regering. Maar u ging hier werk van maken. De vorige regering, dat is meer dan 4 jaar geleden. En uw getal heeft mensenlevens gekost. In feite, uw solidariteit komt rijkelijk laat.